Ik ben misbruikt geworden door 3 religieuzen. Ik ben zelf slachtoffer geweest, maar nu ben ik het niet meer. Omdat ik eigenlijk besef dat ik veel meer ben dan mijn lijden. Rafael Daam spreekt voor het eerst. Het is op zijn vraag dat alle 18 kerken van Deinze straks tegelijkertijd de klokken zullen luiden. In essentie is het voor mij een erkenning en eerbetoon aan alle slachtoffers van seksueel misbruik, deze van de kerk in Kluis. Ik beschouw het als mijn applaus voor de slachtoffers. Voor hun moed. Op deze feestdag van de onschuldige kinderen zag de deken van Deinze er ook geen graat in. Voor alle kinderen die slachtoffer zijn. We willen zeggen dat wij een einde willen vragen aan alle geweld op kinderen, van welke kant ook. En twee, dat wij ons respect uitdrukken naar de slachtoffers van het geweld en van het misbruik. Ja. En dan slaat de klok 11:00. En klinkt er vanuit 18 torens hetzelfde geluid. Daar raakt je. Bevrijding. Ik heb geen ander woord.